Ik ben Janneke van Akenboom en ik werk 42 jaar voor Laurens. Ik heb hier mijn opleiding ziekenverzorging gedaan. Toen was ik 18. Ik heb meerdere functies vervuld. En nu 14 jaar werk ik op de dagbesteding voor jonge mensen met een vorm van dementie. En ik moet zeggen, dat is een hele leuke baan. Het is echt geweldig werk om te doen. De dagbesteding ging dicht en op een gegeven ogenblik belde mijn teamleider om te vragen of ik naar de cohortafdeling wilde. Toevallig had ik het er thuis al met mijn man en kinderen over gehad. Die hadden zoiets van, joh, als jij dat wil, dan moet je dat doen. Nou, toen belde mijn teamleider, wil je naar de cohortafdeling? Ik zeg, dat wil ik wel, maar ik heb geen auto. En toevallig Trudy, mijn collega, die wilde ook graag mee. Dus we konden samen. En toen konden we de vrijdag daarna gelijk beginnen, de cohort. Dus dat was wel heel snel, maar ook wel heel goed, want dan kun je er ook niet aan gaan twijfelen. Ik was daar helemaal beschermd aangekleed. En ik wist gewoon, iedereen was daar positief. Iedereen had daar corona. Dus je ging er heel voorzichtig mee om. En het was heel goed geregeld. We hadden een schoon gedeelte en een vuil gedeelte. En ja, dat was gewoon helemaal top. Ja, nee, ik ben geen moment bang geweest dat ik besmet zou raken. Nee. Er lagen daar 10 mensen op de cohortafdeling in de Elfranken. En daar zaten wij dan bij, als er geen familie was. Maar soms was er wel familie, maar er mocht maar 2 man bij. Als er dan 3 kinderen waren, moesten zij een keus maken wie er bij die terminale man of vrouw zat. En ja, toen heb ik op een gegeven moment een zoon aan de lijn gehad. Die moest afscheid nemen door de telefoon met zijn vader. En ik hoorde die zoon nog zeggen tegen zijn vader van, papa, je was een goede vader, bedankt. Fijne vakanties gehad, maar ik neem nu afscheid van je. Ja, dat is iets wat zal ik nooit vergeten. Nee, het heeft er gewoon heel veel indruk op me gemaakt. Nou, op dat moment zit je in die rollercoaster van, je gaat maar door en door. Want ja, je wil op dat moment gewoon zorgen voor die meneer, dat hij comfortabel is, dat die familie steun en aandacht krijgt. Ja, normaal gesproken bied je daar koffie aan of iets te drinken, iets te eten. Maar dat kan niet, omdat je beschermd aangekleed bent. Ja, dan leg je een hand op de schouder of op de schouder van die familie. En je zit erbij als ze dat willen. En je vraagt, lukt het? Gaat het een beetje met jullie? En dat is dan hetgene wat je probeert te doen. Ja. Nou, als tip aan collega's zou ik wel mee willen geven, hou je aan die regels. Zorg dat je afstand houdt. Als je denkt van ik ben verkouden, blijf thuis. En ga het huis niet al te veel in. Blijf op je eigen afdeling. Draag mondkapjes, draag bescherming. Voor jezelf, voor thuis, maar ook voor je cliënten. Dat zou ik ze wel mee willen geven. Ja. Zorg goed voor elkaar en zorg goed voor jezelf.